kunt zoveel schrijven en ik heb gewoon geen tijd meer. En dan ontploft er iets in mijn hoofd en dan kan ik geweldig goed schrijven. Allee, als die onmogelijkheid er is, dan komt er heel veel adrenaline vrij en dan lukt het dus wel. Saskia, is dat nu niet vervelend, zo'n boekvoorstelling? Ja, natuurlijk wel. Vandaar dat ik gebruik dat gewoon als een excuus om een feestje te geven. En ik vind dat moeilijk om zelf zo een feest te geven, want ik ben altijd hyper nerveus. Allee, ik doe dat eigenlijk nooit. Omdat ik dan zodanig nerveus zou zijn van stel dat er nu niemand komt en alle drank blijft daar onaangeroerd staan. Dus een boek is gewoon een excuus en dan, zo werkt het. Wat inspireert je voor het moment? Het geluid eigenlijk van mijn hond die pipi doet. Schrijven is gewoon hetgeen wat dat eerst komt en waar ik zo in kan opgaan en dat mij soms verschrikkelijk irriteert en meestal volledig meeneemt in een soort van verslaving en die komt op de eerste plaats en de andere junkies die neem ik er dan heel graag uit. Ik heb van die ongelooflijke beelden in mijn hoofd en dan denk ik van ik zie het wel, maar zie ik het nu in woorden of zie ik het in beelden? En soms moet je dan toegeven van, dat is niet geschikt om neer te schrijven, want dan wordt dat heel saai of nikszeggend ofzo. Dus dat gebeurt wel dat je zo zegt van, woorden laten mij eigenlijk wat in de steek. En dat is een teleurstelling.